We hebben nu de formule voor de wrijvingskracht gevonden. Hierna moeten we twee toepassingen bekijken over wrijvingskracht en dus in dit geval zeker dynamische wrijving. Dat gaat over de remafstand die een auto nodig heeft om met piepende banden, dus met geblokkeerde wielen, over het wegdek te schuiven tot stilstand. En twee, hoe schuin moet je eigenlijk hangen met je fiets in een bocht om die deftig te kunnen nemen? 1. De remafstand van de auto. Staat er nog een keer op met geblokkeerde wielen. Het is dus niet zomaar een beetje remmen met de auto en dan tot stilstand komen. Je moet echt schuiven over het wegdek. Dat is glijdende wrijving. Anders zou het rollende weerstand zijn en dat bekijken we niet echt. Dus een auto komt met veel snelheid afgereden en het systeem zal de auto zijn, een knooppunt het midden van de auto, alle krachten uit dat knooppunt laten vertrekken. Dat ziet er een beetje zo uit. Een x-as, waar we voorwaarts geen kracht hebben, we geven geen gas, er is wel nog snelheid in de voorwaartse richting, een v0, vooraleer we beginnen remmen. En er is wrijvingskracht en die werkt ons tegen. Voor de rest, zwaartekracht en normaalkracht in de y-richting, die kennen we. Als we in de x-richting dus de vergelijking opschrijven, min fw, want het werkt tegengesteld aan de x-as, dat is de resultante kracht of m maal a in de x-richting. En verticaal, alles in de positieve zin, min alles in de negatieve zin, resultante 0. Dus dat is een beetje hetzelfde als bij de oefeningen over die tweede wet van Newton. Als we de wrijvingskracht als formule gaan invullen, dan is fw gelijk aan mu maal fn, wrijvingscoëfficiënt maal de normaalkracht. En dat is onze resultante in de x-richting. In de andere vergelijking heb ik alleen maar zwaartekracht vervangen door m maal g. Dat zijn dus nog altijd onze tweezelfde vergelijkingen, een beetje aangepast. Die normaalkracht die staat in de tweede vergelijking. En die zouden we mooi kunnen vervangen, substitutie, in de eerste vergelijking. Dan verschijnt er min mu maal m maal g is m maal de versnelling in de x-richting. Dus de versnelling van onze auto, of vertraging, zo je wil. De m'tjes kunnen we schrappen. Min mu maal g is de versnelling. Eigenlijk moet die versnelling een vertraging negatief zijn. G is altijd 9,81, de wrijvingscoëfficiënt is iets positiefs, door dat minteken geraken we inderdaad aan een negatieve versnelling. Oké, voor de rest zal die auto een EVRB uitvoeren, want hij heeft veel snelheid en moet tot snelheid 0 komen. De versnelling hebben we zelfs al gevonden. Dus de EVRB vertaalt V is V0 plus A mal T. De eindsnelheid moet 0 worden. V0 is de beginsnelheid. A maal T staat daar ook nog in. De tijd die we nodig hebben om de auto tot stilstand te brengen is dan min V0. V0 naar de linkerkant brengen. En dan moeten we dat delen door A. Dat kunnen we nu gebruiken samen met de versnelling om de remafstand van de auto te berekenen. Afstand x. x0. We starten voor het gemak bij 0 meter om te tellen. V0 maal de tijd. De tijd, ja, die hebben we daar al staan. Versnelling, die staat daar van boven. Tijd in het kwadraat, weer diezelfde tijd, en delen door 2. Dus we kunnen heel wat substitutie doen. Daar staat aan dat we de tijd eerst gaan doen. Goed, de tijd eerst. V0, die blijft staan. De tijd vervangen we door min v0 op a. Plus a gedeeld door 2 staat daar al. En de tijd in het kwadraat. Min v0 op a in het kwadraat. Een minnetje wordt plus. Dat wordt dus plus v0 kwadraat op a kwadraat. Samenschrijven. v0 maal v0 min v0 kwadraat op a. 1 a'tje schrappen boven en onderaan. Plus v0 kwadraat op 2a. Of, samengeschreven, op dezelfde noemer brengen en uitwerken, min v0 kwadraat op 2a. Remafstand, hoe sneller je rijdt, hoe meer remafstand je nodig hebt, klinkt logisch.
Een min, want die A zou ook min moeten zijn. En die vinden we daar nog eens terug, helemaal bovenaan. Daar vinden we de versnelling terug, te vervangen door min mu g. Goed, dat is het enige dat we nog moeten doen. Min v0 kwadraat in de teller. Delen door 2 keer die versnelling. De minnetjes vallen weg. Remafstand voor een auto die met piepende banden tot stilstand moet komen. V0 kwadraat, in het kwadraat dus. Snelheid speelt een zeer grote rol voor die remafstand. Delen door 2. Mu, de ruwheidsfactor. Hoe groter de ruwheid, door hoe meer je deelt, hoe minder afstand je nodig hebt. Ook logisch. En g, de valversnelling, 9,81 bij ons. Klopt dat nu een beetje met wat je leert in de rijschool bijvoorbeeld? Een rekenvoorbeeldje. Je rijdt dan 50 km per uur. Op een droog wegdek uit asfalt. We zijn daar straks al een tabelletje tegengekomen met wrijvingsfactoren. Hoeveel remafstand heb je dan eigenlijk nodig? 50 km per uur, meter per seconde wordt dat in het kwadraat. Voor een rubberband op een asfaltwegdek, 0,90 zegt men. Dan heb je ongeveer een 11 meter nodig om tot stilstand te komen. Met piepende banden glijdend over een wegdek. Van 50 per uur amper. Daar moet je zelf nog je reactietijd bij tellen. Tussen wanneer je iets gezien hebt en wanneer je effectief stopt. Dat is dus niet weinig, 11 meter. Ik hoop dat auto's tegenwoordig wrijvingsfactoren hebben die toch al wat hoger liggen dan 0,90. Anders... gevaar op de weg in een auto. Goed, de remafstand van de auto. Remafstand van de auto, deze formule is iets theoretisch. Voor oefeningen gaan we dit nooit letterlijk invullen. We gaan wel alle stappen die we voordien hebben gezet, dus stapjes zoals de EVRB gebruiken en zo verder, die mogen we zeker recycleren voor oefeningen. Maar een letterlijke formule zoals dit gebruiken gaan we nooit doen. Als er eens één term fout is, dan klopt het al niet meer. En dit geldt dus voor auto's die op wegdekken proberen te stoppen. Niet voor andere dingen. 2. Een fietser neemt een bocht. Een wielrenner, jullie ook trouwens, als je een bocht neemt, je draait in dit geval naar rechts, dan hel je ook een beetje naar de rechterkant. Je helt altijd naar de binnenzijde van de bocht. Nooit anders proberen. Maar als je dus schuin helt in de bocht, dan is het systeem voor dit vraagstukje of voor deze toepassing de fietser. In zijn zwaartepunt laten we het knooppunt verschijnen. Alle krachten komen daarin samen. Zijnde de zwaartekracht, recht naar beneden, normaalkracht, loodrecht op het wegdek, en middelpunt, zoekende kracht. We nemen namelijk een bocht, er moet dus FMZ zijn, de richting van het midden van de cirkel. Deze krachten spelen dus een rol. Als die fietser schuin hangt in de bocht, dan heeft hij dus een soort hellingshoek gemaakt. En die hellingshoek bekijken we daar bovenaan. Sta je rechtop, nul hellingshoek, ga je dus een beetje naar beneden, dan wordt die hellingshoek altijd maar groter en groter. Moest je helemaal plat liggen, 90 graden hoek, niet de bedoeling. Oké. De hellingshoek, je merkt ook al dat het een soort richting is van de resultante van Fn en Fmz. Ze vormen samen een driehoekje. En als jouw hellingshoek mooi die resultante richting volgt van die twee rode krachten, dan blijf je op je fiets zitten. Dus, hoe schuin moet je nu hangen in een bocht? Wat is de verplichting daarvoor? Alpha is die hellingshoek. En we hebben daar een aanliggende zijde en een overstaande zijde voor. Overstaande zijde, zo groot als FMZ. Dan is het logisch dat je aan tangent staat. De overstaande zijde gedeeld door de aanliggende zijde. Dat bepaalt hoe schuin jij moet hangen. Middelpunt zoekende kracht gedeeld door normaalkracht, of dat mag ook de zwaartekracht zijn, want die zijn toch even groot. Formule invullen, mv² op r, zwaartekracht,
In Malgi, de emmetjes kunnen we schrappen. Of hoe schuin moet je hangen? Dat hangt voornamelijk van jouw snelheid af. Hoe sneller je rijdt, hoe groter tangens alfa en dus ook hoe groter alfa, hoe schuiner je in de bocht moet hangen. R, de straal van je cirkelbaan. Een scherpe bocht met weinig straal. Daarvoor moet je een grote hellingshoek hebben. Dan moet je al veel platter liggen. Maar de massa staat daar niet in. Het zou al een heel raar fenomeen zijn, als allemaal wielrenners achter elkaar fietsen, de ene wat zwaarder dan de andere, de ene ligt zo plat, de ander maar zo plat, en zo verder. Massa speelt geen rol. Zo schuin moet jij hangen. Pakweg 30 graden schuin. 30 graden schuin, dat is al wat. Gaan je wielen dan niet onderuit glijden? Dus ga je niet vallen doordat je wielen wegslippen. Daarvoor is er een deeltje 2 aan deze toepassing. Namelijk, welke hellingshoek hebben we nodig? Dat hebben we gehad. Wat is de maximale snelheid, maximale hellingshoek in dit geval? Dus een rekenvoorbeeldje, dat gaan we dit keer niet doen. Dat komt in oefeningen wel. Maximale hellingshoek, zonder dat je wielen mogen wegslippen. Ja, die FMZ, daar kan je zelf niet voor zorgen. Dat weten we al. Het is de grip met het wegdek die daarvoor moet zorgen. Dus de middelpuntzoekende kracht moet geleverd worden door wrijving, door grip met de bodem. En in het maximale geval kunnen we die volledige wrijvingskracht gebruiken om de bocht te nemen. Goed. Wrijvingskracht heeft dus een maximum. Mu maal Fn is de formule voor wrijvingskracht. Mu maal Fz, want die zijn toch even groot. Mu maal m maal g. Dat is de maximumwaarde voor de wrijvingskracht. Dat wordt dus voornamelijk bepaald door hoe ruw het oppervlak is. En die wrijvingskracht, maximaal, dus de fmz, opgewekt door wrijving, heeft ook een maximum. M maal v kwadraat op r, die snelheid, heeft dus ook een maximum. Je kunt niet sneller door de bocht dan zo snel. Anders leg je er onderuit. Oké, einde en daar het einde, dat mogen gelijk staan aan elkaar via deze hele rij. Dus, mu maal m maal g is gelijk aan mv kwadraat op r, de maximale snelheid. Of je maximale snelheid, na het schrappen van de massa, wordt bepaald door wortel mu gr. Je snelheid wordt voornamelijk bepaald door de ruwheid van het oppervlak. Hoe ruwer, hoe sneller je mag fietsen. En hoe groter de bocht, dus hoe ruimer de cirkel, ook hoe sneller je mag fietsen. Wat is tangens alfa dan in dit geval? Tangens alfa max als we Vmax gebruiken. En die Vmax, die hebben we nu. Je kan heel veel vereenvoudigen in deze vergelijking. Tangens alfa max is dus mu. Mu, de ruwheid bepaalt hoe schuin jij mag hangen zonder onderuit te glijden. Is dat een heel ruw oppervlak tussen banden en wegdek, dan mag je heel schuin hangen vooraleer je onderuit slipt. Ook daar zouden we een rekenvoorbeeldje van kunnen doen, maar dat gaan we ook hier in oefeningen tegenkomen. Dus twee toepassingen. De remafstand voor een auto en de fietser die een bocht neemt. Het zijn allebei voorbeelden van examenvragen. Bespreek eens de fietser in de bocht. Bespreek eens de remafstand van de auto. Dingen die mooi uit te leggen zijn op een mondeling examen. Ik hoop dat het ervan komt.